Het CDA wil in het volgende kabinet de basisbeurs terugbrengen voor alle bachelorstudenten. Dat staat in het CDA-verkiezingsprogramma dat morgen verschijnt. De beurs was tot halverwege 2015 voor uitwonenden €289 per maand en voor thuiswonenden 104. CDA-raadslid en kandidaat voor de Tweede Kamer Anne Kuik legt uit. Voor bachelorstudenten willen we de basisbeurzen weer invoeren als CDA. Want we zien nu dat het leenstelsel een hoge drempel opwerpt om te gaan studeren. We zien dat 20% van de eerstejaarsstudenten dat is afgenomen. Ja, dit kabinet heeft het leenstelsel samen met D66 en GroenLinks ingevoerd. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat het onderwijs minder toegankelijk is. En het CDA kiest ervoor om de basisbeurs weer in te voeren, omdat wij staan voor gelijke kansen. De beurs wordt betaald door de studenten geen OV-jaarkaart meer te geven. Studenten krijgen wel een vergoeding voor reiskosten tussen hun woonplaats en studiestad. Je hebt nu een OV-jaarkaart. We zeggen, maak daar een trajectkaart van wonen en studeren. En alle privéreizen daaromheen, ja, bezuinig daar dan op. Want wij vinden dat onderwijs belangrijk en we vinden belangrijk dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. En we zien nu dat zeker voor de groepen waarbij het minder vanzelfsprekend is, die gaan studeren. Zoals mbo'ers die naar het hbo gaan, maar ook mensen wiens ouders niet hebben gestudeerd. Dat neemt met name af. En ook mensen met een lichamelijke beperking, dat is 20% minder wat is gaan studeren. Door de invoering van het leenstelsel. Dus dat is nogal wat. Het CDA hoopt op steun van andere partijen. Dit is gewoon een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma. Wij zien dat dit niet goed gaat. En wij hopen ook dat andere partijen dit zien. Want de cijfers zijn er gewoon, dus daar kun je niet achter verschuilen. En zeker partijen die zeggen dat ze voor het onderwijs staan en voor gelijke kansen. Ja, daar verwachten we wel van dat zij ook dit zien en met ons mee ondersteunen. Anne Kuik gaat de verkiezingsstrijd met verve aan. We gaan er keihard aan werken. We hebben mooie punten. Het verkiezingsprogramma komt eraan. En je ziet nu al een belangrijk punt, ook voor studenten. Dus ik denk dat mensen heel duidelijk kunnen zien waar ze op stemmen bij het CDA. Het huidige leenstelsel is begin 2015 ingevoerd door de VVD en de Partij van de Arbeid. Met steun van D66 en GroenLinks. Het CDA was toen tegen de invoering van het leenstelsel.